Bij een inval in een pand aan de Latersteinse Rondweg in Tiel heeft de politie grote hoeveelheden drugs aangetroffen. Een 27-jarige man is aangehouden op verdenking van bezit en van en handel in verdovende middelen en de productie van synthetische drugs. Aanleiding voor de inval waren diverse meldingen die de afgelopen tijd bij de politie binnen waren gekomen dat er rond dit pand mogelijk hennep gekweekt en verhandeld zou worden. Naar aanleiding van deze tips startte de politie een onderzoek. Een arrestatieteam viel onlangs het pand binnen. In het pand werden onder andere dozen met henneptoppen, heroïne, excessiepillen en materialen die gebruikt worden bij een hennepkwekerij aangetroffen. Ook is een zogenaamde tabletteermachine in beslag genomen. Die wordt gebruikt bij het maken van synthetische drugs. De drugs zijn in beslag genomen en de 27-jarige Tilenaar zit nog steeds vast.